Beethoven at home. In de vijfde symfonie klopt het noodlot aan de deur. Trompetist Giuliano Sommerhalder doet mooi niet open. Mijn naam is Leona Philippo en gelukkig krijg ik hem wel te spreken. Giuliano. Hi. Hi, dankjewel dat ik mag langskomen. Jullie gaan de vijfde spelen. Iedereen kent het. Iedereen denkt dat hij ze kent. Heel goed. Wat betekent... Omdat je de eerste drie maten kent, ken je de symfonie nog niet. En dat is met name, dat maakt het precies zo leuk. Maar wat we zeker weten is dat niemand het kent zoals jullie het gaan uitvoeren. Dat klopt. We spelen een bewerking voor koper, groot koperblazers ensemble. En jij speelt de vioolpartij. Ik speel een mix. Kijk, de verschillende partijen van de originele versie zijn anders verdeeld. Ik speel in deze bewerking heel veel piccolo trompet. Dat is de hoogste stem die je hebt in de hele register. Mm-hmm. We zijn met z'n tweeën. Mijn collega Alex speelt ook nog piccolo trompet. Dus we hebben de hoogste stem met name eerste violen, hobo, fluitstemmen, piccolo, fluit. Ja. Okay. Dus, we spelen ja, meestal materiaal wat van deze partijen is genomen. Ja. Awesome. En hoe spannend is dit op een schaal van 0 tot 10? 0 is hij, joh, makkie. 10 is... 40. Ja? Chapeau. Ik ga je vertellen waarom. Kijk, als we Beethoven zitten te spelen in het orkest, daar heb je jouw eigen partij. Die is door Beethoven geschreven, zoals ze is, en untouchable. Ja. Dus ja. De trompetten en pauken, met name die groep, is een beetje de rhythm section van het orkest in Beethoven. Ja. Veel meer soms niet. Bijvoorbeeld de trompetten toen hadden geen ventielen, dus je kon niet echt melodische dingen spelen of alleen maar heel beperkt. Dus je zit in het orkest eigenlijk alleen maar naar je collega's te luisteren die prachtig muziek spelen, ja. Maar je mag niet meedoen heel vaak. Je moet gewoon je maten tellen en wachten tot je volgende inzet. Ja. Dus dat wij dat nu zelf mogen doen is natuurlijk fantastisch. Hè? Ja. We mogen ineens de hele partijen van de houtblazers en van de violen, al die grote thema's mogen we zelf spelen. Dat maakt het super spannend. Oh, wauw. Ja. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Volgende week gaan we naar de zesde symfonie van Beethoven, de Pastorale, gespeeld door 6 strijkers. Concertmeester Marieke Blankenstein is daar ook bij. Marieke, wat maakt de zesde symfonie nou zo bijzonder volgens jou? Nou, om te beginnen kunnen we al bijna geen grote contrast bedenken op deze manier met de vijfde met koperblazers. De vijfde is al een enorme uitbarsting, maar dan ook nog met koper. Dus, en dan komen we dadelijk bij de zesde. Dus het stuk zelf is al heel erg intiem. By far de intiemste van alle symfonieën. En dan ook nog met 6 strijkers. Dus het wordt een hele, echt een huiskameraffaire. En ik hoop heel erg dat iedereen ervan zoveel van zal genieten als wij dat eigenlijk doen. Want voor mij bestaat er geen mooiere symfonie dan de zesde. Prachtig. Beethovens zesde symfonie. Aankomende dinsdag 22 december hier bij Beethoven at Home. Meld je gauw aan, dan hoor je van ons wanneer het zover is. Tot dan.